33 pond is hij, deze karper. Gevangen bij de viswedstrijd dit weekend in Assen. En dit maakt hobby ook zo spannend en leuk. Het blijft mysterieus. Ja, hier doe je het voor. 16 koppels doen er mee aan de wedstrijd. Met allerlei apparatuur. Een voerboot. Daarom zijn we dus ook zo gekleed. Ja, eigenlijk met militaire precisie, ja. De belangstelling voor het vissen is nog altijd groot. Wij hadden gewoon 40 aanmeldingen die wij nee moesten verkopen. Hoeveel leden heeft de Hengelvisvereniging Assen? Wij zitten gemiddeld ongeveer op 2.500 leden. Beetje stabiel? Ja, stabiel. Wij zijn heel tevreden. Zo kun je op karpers vissen, maar even verderop is er een forellenvijver. En ook daar zijn ze enthousiast. Nou, normaal gesproken ga ik altijd met mijn maat hierheen. Dan doen we echt sessies van 5, 6, 7 uur zelfs. Vissen, is dat een feest? Ja, vissen is voor mij een feest, ja. Ja. Leg eens uit. De rust, de omgeving, de natuur, het water. Ook de spanning van toch een vis vangen. De Vliegvisvereniging in Assen bestaat 35 jaar. Het grootste deel van de leden bestaat uit 60-plussers. En we zijn nu heel hard bezig om te proberen om ook vooral wat jongere mensen en ook graag wat vrouwen bij de club te krijgen. Lukt het? Het lukt prima. Ja, we zijn dit jaar gestegen van 71 naar 93 leden. Heel veel mannen, maar ook wel vrouwen. Echt wel. Mijn schoondochter die doet ook vliegvissen. Dus, en mijn zoon ook. Dus, ja, mooie sport. Lekker relaxed langs het water. Gezelligheid. En natuurlijk een beetje strijd. Nou, daar gaat hij.